Maat, wat doe je? Jij kan ook gewoon niet met dingen omgaan. Ja. Al is het je fysco niet, dan is het die boot al, hè? Dit is al lachen. Kijk daar, joh. Zonde. Dames en heren, we dachten dat het toch nog zou gebeuren met meneer Tiede. Maar hij heeft een brazen met een tumor gevangen. Dat is niet normaal. Ja, ik kan het gewoon zien. Fucking ziek. Echt vies. Zo jongens, 83 vis, 2 brazen gevangen. Kan niet beter, hè? Zo wordt het. Ja, ik maak het wel goed, joh. Zo, maar dat is vies, die tumor. Ja, kijk dan. Een tennisbal. Mooi hoor. Dwarfie. Ja. Snoeken. Te gebruiken voor snoeken. En een garpengel. Wat doe jij daar? Zit gooi je meteen aan de boom. Eerste borg bij de gelijk in de boom. Het is ook weer oude SDW. Typical shit. Ja. Als het nee, gebeurt. Nee. Het S, de S. Oh, 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 die challenges. Jongens, op de koopplaats. Het gaat wel weten. Nou, nee. Maar geen bij jou ook als fout. Het zit niet altijd mee. Net als Noek vis het door de lijn. Nu ja, de kaas op de kop. Zwaar half uurtje. Het zwaar half uurtje, maar wel een lekker goed gevulde maag. Dat zeker. Nou jongens, we gaan weer lekker opruimen. Het was een mooie productieve nachtje. 6 vissen, ik ben er helemaal blij mee. Maar ja, dit ging helemaal fout. Hey Makker, zie je het nog zitten? Nee, ik zit wel. Jij bent in de kamer, hè? Ja. Wat, hoezo? Vertel. Ja, snoek is wel een kutsport. Hey, we hebben ook snoekkijkers. Ja. Denk ook van een. Kijk hier, weer een gekke gans. Kijk maar aan. Wielrenners. Hey. Hey joh. Nog. Maar wat was eigenlijk met je plan van aanpak, hè? Ja, die hebben we niet. Huis, Ajax kijken. Goed zo. Nou jongens, kijk dan, dit is een prachtig schip. Kilootje van 9 à 10, denk ik. Mooie puntgraf bekje zit erop. Goede flapper, goede staart. En ja, prachtige vis. Ik ga nog even snel weer de andere kant zien. Dan mag hij eraan. Terug het water in. Heerlijke zonnige dag, begin van de lente. Ja, dit doet de mens goed. Yo, kom een stok. Ja, zeker. Wat happened? Ik heb een, ik zag een klein spiegeltje. Mooi, hè? Ja, hij hapt al meer dan de vissen normaal doen. Ja. Wat meer aan de oppervlakte, wat minder eronder. Dus ik gooi eigenlijk gewoon mijn korstje erbij en pakt hem gelijk. Ja, heb je zoveel mos elke keer? Nee. Zo, ik zou daar ook net 3 happen. Ik heb zelf kort gegooid. Dat is mooi. Ja, die stuk heel tijd, ziek, man. Heel ziek. Hij is terug. Nice, gap. Nou jongens, zoals je ziet, perfect gehaakt. Wat een risico. Echt perfect. Dan moet je even kijken dan. Oh, toetuinen en dan deze schub. En dan dit. Oh my god. Porno. Ja, dit is echt porno. Dit is een Picasso is dit. Goed. Nou jongens, moet je kijken dan, wat een super mooie vis. Hij is een heel klein beetje toetown. En ja, gewoon die mooie schubben zo op zijn flank. En ja, het is perfect. Zo'n perfect vinnetje, helemaal puntgaaf. Gewoon op een korstje zien en zo. En dan ja, dat kan gewoon niet beter. Ja, mooi aan het korstvissen. Je kan gewoon je vissen uitkiezen. Als hier nou 3 schubs en 1 spiegel, dan zou ik altijd voor de spiegel gaan. En ja joh, zeker als je zulke plaatjes van, word je gewoon helemaal blij. Langs de drukke weg, extra langs mooi. Langs de drukke weg, inderdaad. Andere kant. Andere kant zou ik inderdaad ook nog even laten zien. Dat is heel anders. Ja, heel anders. Ook een beetje schubben bij zijn staart. Echt een mooie visje hoor. Sowieso een SKP'tje, dus we gaan foto's maken van de flank en terugmelden. Ja, dat is toch leuk om te weten waar hij is uitgezet. Hoe groot en hoeveel hij al is gegroeid. En we zijn helemaal blij mee. Lekker man. Kijk deze vis even. Gaan we een goede drill. Maar kijk even. Wat een beest. Ik denk dat hij al tot zijn 13, 14 kilo. En natuurlijk weer van die dikke vis zonder dat ik de weegschaal mee heb. Maar kijk daar joh. Dat is echt niet normaal. 1 wildgebier. Dikke staart. Hij zit goed vol. Het is natuurlijk vlak voor de paai. Een paar dagen mooi weer geweest en toen is er weer zo gekomen. Vandaag veel wind en regen. En ik heb hem gevoerd, dus de vis die wil wel. Tweede al vanavond. Nou jongens, eerste keer niet de cardio omviel. Hij viel wel bijna,
ligt het kettinkje hier eraf. Tjonge, jonge, jonge, jonge. En er is een spaak gebroken. Altijd weer hetzelfde liedje. Wat een type, sorry. Nou jongens, dit verklaart wel waarom ik heb geplankt vanaf. Ik ben vol aan het paaien. Is dat een ringetje? Niks over gegaan. Yes. Nou, zit je tweede engel. Wat wordt hem? Wat zit erin? Pop-upie. Pop-upie. Ronnie Rich. Ja, Ronnie Rich. Een paar gecrushed boilies. Meer niet? Meer niet. Kind kan er wel zien. Kind kan er wel zien. Lekker man. Het is wel weer typisch, hè? Typical shit. Een klassiekertje. Altijd moet je mij een beetje vullen. Op deze mooie stack. En heb je een keertje al wat gevangen of niet? Ik heb hier... Nog nooit gevist toch, op deze stack of wel? Nou, nee. Nee. Dus, alleen aan de andere kant met die mooie vis die we toen vingen en jij twee speelde. Gelukkig. Nee joh, wil je kopen broer. Wil je kopen, kan. Maar zo vang je echt dikke karpers. Ja, zo. Je koopt er altijd twee, dan vang je een bak. Hey, proost. Joehoe. Yo, daar hebben we hem, Justin Bieber. Daar haal ik was even een keertje op. Ja, dat is mooi, hij ziet eruit. Ja, even een keertje weer, doe eens gek. We vissen vandaag lekker simpel, twee tegennootjes, puur omdat hier echt super veel kreef zit. Vorige keer heb ik het ook gemerkt, dus wil ik proberen te voorkomen door met ietsje harde aas te gaan vissen. Ja, die tijgers blijven ze meestal wel vanaf. Ja, dat is lekker man. Kijk, die gaan we even in het voerbootje stoppen. We hebben tegenwoordig ook de dieptemeter laten inbouwen. Vexilar, nou echt perfect, ik kan gewoon met je telefoon verbinden. Kunnen we precies zien hoe diep het is en dan op het taloetje naast de lelies gaan we hem droppen. Nou, de tijgernoten gaan erin, simpel onderlijntje. Dan doen we een paar kleine versnaperingen. Mooie, mooie boilies. Het zijn de Black Pepper Hot Tuna van Nash en de Squid Krill volgens mij in mijn hoofd. Nou, doe eens gek. Dan geven we nog even een goede schep. Tijgernoten erop. Dat is altijd wel lekker. En dan hebben we hier nog kant-en-klare hennep van tijgernotenkoop.nl. Nou, beter kan je niet krijgen, kijk. Prachtig. Dat is ook top, hè? Vind het ook heerlijk. Voor de brazers. Ja, wel brazengevoelig, maar we waren het erop. En nu gaan we het bootje uitvaren. Ik ben er klaar voor, de vissen ook. En ik zie jullie zo. Ze zeggen altijd van graskarpers dat die echt super rustig zijn als je ze even binnen hebt. Ja. Dat ga ik jullie nu even demonstreren. Ik ga de schermen weg. Oh, pas op, weer. Oh, ga goed. Gaat helemaal prima. Kijk, oh. Onze kleine. Oh, ah. Hey. Ja, tyfus, ik zit er helemaal onder. Oh. Nou, het gezegd is, het niet waar. Kijk. Ik heb. Heel lang. Zo! Kijk joh. Zo! Ah, toch leuk dan? Heel veel mensen zijn er niet blij mee, maar even een keertje, doe eens gek hè. Dat is toch geinig. Kleine foto's schieten, snel die hengel uitvaren, kunnen we nog een uurtje slapen. Gewoon lekker ontbijten, even lekker chillen. En dan gaat er sowieso nog een visje voor, denk ik. Nou jongens, Daniel is een mooie verjaardagsblues. Ja, wat een party ready, you know it, hè. We zijn lekker ochtends vroeg, net het visje teruggezet en het is tijd voor het ochtendgymnastiek. Ja, want dat, kijk, we hebben hier een voorbeeld. Dat doe ik dagelijks, dat doe mij na. We zijn, kijk, oh lekker. Kijk. Pak even de zoomlens erbij misschien. Ja, je ziet het wel. Voor mij is het gewoon een wijfie. Oeh, laat jij het ook eens even zien. Ze staat lekker te dansen op een kontje. Oeh. Maar doe jij ook even mee. Hé, hey, ik wil die stappen. Concurrentie is aanwezig geweest, hè? Je ziet het. Mijn voorganger heeft zijn stelling aan staan. Dus die is voor mij. Nou, zit gewoon te vast. Dikke winst zou ik zeggen, maar ik laat hem maar staan dan. Het ziet er wel een beetje peppy uit. Dus, ja, zo bang ben ik eigenlijk ook niet. Dus, we gaan gewoon ons best doen en een dikke bakvuur eruit tengen. Dan zijn we nog in de avond. De karper, jongens, oh heerlijk! Nu al, hè? Oh, wat is dat lekker! God, we zitten net een half uurtje op de stoel.
Oh, corona, corona. Oh. Weet ik zeker aan het karpen. Ja, kijk, dat is echt een karper. Kijk, hij zwemt helemaal naar rechts. Ja. Maar hij zwemt een beetje mee naar rechts en naar links. Ik voel niet echt... Nou. Ja, het is wel karper, hoor. Ik denk eerder brasem, hoor. Nee, hij zwemt helemaal naar links en naar rechts. Het doet een brasem niet, hoor. Kijk. Kijk dan. Ja, ja, ja. Ah, het is wel karper, hoor. Jongens, we zitten echt net op de stoel. Lekker gerend. Even één klein pilsje opgetrokken, omdat ik vanavond jarig ben. Ja, dat weten ze nog niet. Nou, ik denk al, wat ben je netjes gekleed, joh. Ja, ja, jongen. Partyboy, hè, jongen. Maar dit is toch wel bizar, hè? Nog een half uurtje liggen in. Het zonnetje gaat net onder. Dit was de laatste hengel die we deden, hè? Ja. En hij gaat gelijk af. We dachten, brasem. Single pop-up. Ja, man. Ja, dit is lekker, hè? Hij blijft wel een beetje. Maar hij vecht niet, hè? Dit is een zilt. Nee. Dit is echt geen zilt of brasem. Oké. Okay. Best een dikke, denk ik, hoor. Overtuigd. Kijk hoe die gaat zitten. Hij is in zijn veen gehaakt. Hoe kan dit nou? Hij schoot ook. Ja, daarom was hij zo sterk. Daarom zwom hij ook zo raar. Ik snap het. Hij volgt al helemaal niet, maar hij zwom wel naar links en naar rechts de hele tijd. Dat is het. Ik denk dat het geen brasem zijn, maar ik voelde ook geen kracht. Nou. Hij is wel mooi gehaakt. Ja, dit zijn de rigs van Daniel, jongens. In zijn vinnetje, Reuna. Bizar. Ja, bizar. Nou, hij werkt wel, hij werkt wel erin. Ja, daarom. Denk ik goed, want zien zal hij het niet. Moet je kijken, hij heeft gewoon helemaal geen oog. What the fuck. En hij zit in zijn vin geraakt. Dit is gewoon een gevalletje apart. Heel speciaal. Zo, de tyfus. Dat is ook niet handig. Nou, hij zit erin. Lekker het zonnetje uit doen. Goed, ja, man. Nou, zo, dames en heren. In de avond al, het is denk ik 10 uur, de eerste vis. Ik schat hem op een kieligje, 7, 8. Ik ga hem zo even wegen. En echt super mooie visie. En ja, ik had eigenlijk niet verwacht, zeker zo snel niet. Dus dat geeft zeker vertrouwen voor de nacht. En ik hoop dat er nog een paar volgen. Super. Yo. Zo, dames en heren. Mag ik niet zeggen. Oh ja. Ja, mooi visje. In de ochtend even mijn hengel gevest en een Ronnie richt aangehangen. En nu klaar ligt de dag, dus denk 12 uur, loopt hij gewoon af. Ja, echt bizar. De wissel van de sessie ook echt. Op een Ronnie op het kanaal, hoe gek wil je het hebben? Ja, hoe lekker wil je het hebben. Dik man, bezig. Nou, best schoon nog. Ja. Echt wel dik. Nice. Mooi topboot heb je ook. Ja jongens, toploodjes op. We kunnen niet meer bestellen, dus we moeten het zelf produceren. Hoe heb je dat gedaan, man? Nou, is goed. Het is mooi, hè? Het is een gezellige boel op de stek. Moeders is poffertjes aan het bakken. Vader is ook even langs geweest. Ik ben uit mijn eigen nacht gekomen met de kar. En Chitte die even een visje binnenhaalt. Netjes. Nou ja. Ja. Nou, dames en heren, daar is hij dan. Mag niet zeggen. Typische kanaalschub, super lang en super sterk en ja, prachtig. Gewoon overdag op de Ronnie rig. En ja, dat doe je toch voor, hoor. Echt een mooie vis, derde van de sessie al. Niet veel gefilmd, maar
Ja, helemaal super. Nice. Nou jongens, we zijn net dat het al aardig stormde, maar zelfs deze krijg ik om. Hij waait gewoon in één keer vol om door die wind. Bijna vol gehaald. Kuipertje is leeg. Maar ja, dat is niet best. Alles optillen. Yes. Wat doe je nou? Je houdt precies die matten voor je weg. Lekker man. Lekker man. Yes. Ja, en dan ook nog mooi jongens. Een nieuw product wellicht. Voor in de toekomst. Maar ja. Dan sta je met je vishanden. Oh. Wat hebben we dan? Hele vieze, stinkende, slijmige handen. Dat is altijd een van de nadelen. Kwaliteit. Oh. Deze vis die mandoekie. Netjes. Ja, als je gewoon vieze handen hebt. En dan zijn ze zo weer schoon.